Ik denk dat het wel belangrijk is dat wij ook in Vlaanderen doorgaan, want zoiets als FVD bestaat gewoon niet in Vlaanderen. Daar heeft Marcel de Graaf zich heel erg voor ingezet. Die zwaait nu af. Het was eigenlijk de bedoeling dat hij de tak Vlaanderen zou gaan leiden. Dat is niet gelukt. Kan je vertellen waarom dat niet is gelukt? Nou, om mee te mogen doen moet je 5000 support handtekeningen krijgen. Ondersteuningsverklaringen. Ja, en dat moest via een heel archaïsch IT-systeem. Heel opmerkelijk, maar in België hebben ze dus niet van DigiD of dat je via een Ideal-transactie je kan identificeren of zo. Maar je moest een fysiek kastje in huis halen, een soort plastic ding. En dat moest je dan aansluiten op de computer. En heel onhandig. En dat systeem, dat liep ook nog eens een keer, nou zeker 8 van de 10 keer vast. Dus we hebben mensen gesproken die het 5, 6, 7 keer moesten doen. Voordat ze uiteindelijk de juiste bevestiging in hun e-mail kregen. Dan moest je dan weer uitprinten. Heel raar systeem. Echt ontwikkeld om het praktisch onmogelijk te maken voor nieuwkomers om mee te doen. We vinden dat eigenlijk heel jammer dat het niet gelukt is. En we horen ook heel veel terug van mensen. Van jongen, wat jammer. Want je hebt dus in Vlaanderen. Ten eerste heb je in Vlaanderen eigenlijk helemaal geen sociaal-maatschappelijk ecosysteem zoals dat in Nederland is ontstaan. Hè? Met uitgeverijen, met debatcentra, met opiniemakers. Ja, het is veel meer ondergronds. Ja, precies. De Vlaming is ook van oudsher iets meer voorzichtig. Hè? De Hollander is toch wat meer een flap uit. Maar je hebt dus eigenlijk helemaal geen maatschappelijke verzetsbeweging. Maar daarnaast, ook op politiek niveau, het Vlaams Belang is zoiets als de PVV. Hè? Die hebben niet thuisgegeven tijdens de coronatijd. Die zijn gewoon pro-NAVO. Die zijn ook niet voor Nexit. Die gaan gewoon mee met de allerlei duurzaamheidsachtige politiek. En ze hebben ook een beetje een obsessieve steun in mijn ogen voor Israël. Wat bij de PVV ook ziet. En bij heel veel van die neoconservatieve rechtse bewegingen, zeg maar. Ja, ik noem het opportunistisch rechts, want ze zijn nationalistisch. Maar eigenlijk zijn ze helemaal niet zo rechts als je kijkt naar het economisch beleid of soevereiniteit of vrijheid. Hè. Ook niet economisch. Hè. Ze zijn sociaal-economisch en ze ook voor een grote verzorgingsstaat en dat soort dingen. Overigens, ik hou zelf eigenlijk niet superveel van het woord rechts. Ik weet ook niet precies welk woord het wel is. Want vrijheid is, vind ik, heel belangrijk. En dat is natuurlijk wel iets wat ik bij rechtse partijen meer zit. Tegelijkertijd veel van die rechtse partijen die zijn ook voor overal camera's. Precies, en politieoptredens en militair optreden. Dus er zit ook eens daar een soort, een beetje iets nieuws wat moet worden ontwikkeld. Maar het punt is dus dat een Vlaming nu, die heeft eigenlijk niks om op te stemmen. Ja. En ik denk dan, ga dan maar Vlaams Belang stemmen. Maar het is niet wat je moet hebben. Dus wij gaan alsnog in oktober, dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen. En het staat gewoon echt wel op onze lijst om daar alsnog dan mee te doen. En het gewoon weer te proberen. Want ik gun het de Vlamingen. En ik denk ook dat samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen heel belangrijk is voor ons beiden. Ligt voor de hand. Ik vind het heel jammer dat het niet is gelukt